Aan de Selmien West in Ureterp vond dinsdag een eenzijdig ongeval plaats. De meldkamer kreeg een melding van een ongeval met meerdere inzittenden. Hierop werden twee ambulances gealarmeerd. De inzittenden, waaronder een baby, werden door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel onderzocht. Geen van hen hoefde mee naar het ziekenhuis. Het overig verkeer ondervond enige hinder en moest zelf een alternatieve route zoeken. Nadat Bergen Tolman met twee bergingsvoertuigen het voertuig geborgen had, kon de weg worden vrijgegeven. Het ongeval is waarschijnlijk ontstaan doordat de bestuurder de macht over het stuur kwijtraakte.